Dag Jan, je bent op jacht geweest, zie ik. Ik jaag niet zelf. Ik zou nooit op een levend beest willen schieten. Maar het is wel lekker. Ik ben wel blij dat ik ze heb. Prachtig eten voor de feestdagen. Echt, hè. Kersttafel met fazantjes bij. Prima, hè. We hebben al een beetje knolselder en een beetje aardappeltjes opgezet. Daar gaan we straks een echte, lichte, smeuïge stomp mee maken bij ons fazantjes. We hebben hier twee fazante hennetjes. Die gaan we bakken. Daar zijn die al in, hè. Dus we hebben een grote kokot, zo'n echte stevige ovenschaal, waar dat boter in smelt. En we gaan daar die fazanten in braden, precies zoals je dat met een kipje doet. Hè. Dus echt eerst op de ene kant, dan op de andere kant. Jan, zo'n wilde fazant, wat heeft dat nodig qua kruiding? Als ik echt een wilde fazant heb, alsjeblieft, doe er dan geen andere dingen bij. We maken die zo natuurlijk klaar. En natuurlijk, dat hoort bij het bos, we gaan er ook wilde paddenstoelen bij doen. Ik heb hier een assortimentje bij elkaar, maar ik ben vooral heel gelukkig met mijn boleten, met mijn eekhoorntjesbrood. Feitelijk is dat de koning van de bospaddenstoelen. Bij gebrek aan hebben we ook nog andere dingen. We hebben chanterelle, ook een lekkere paddenstoel. Eigenlijk, als je deze kunt vinden in voldoende mate, dus ons eekhoorntjesbrood, dan heb je zo'n sterke smaak in je saus. Dan hoef je daar geen andere dingen meer bij te doen. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Fazantjes die zijn ondertussen goed onderweg. Die hebben zo wat de helft van hun kooptijd gehad. Je kunt dat altijd goed zien. Zolang er min of meer rode druppels uitkomen, is hij niet gaar. Zo vlug dat daar een kleurloos vocht uitkomt, begint die fazant gaar te worden. Dus we gaan nog even wachten, maar ondertussen zijn onze aardappelen en onze knolselder gaar. Dus kunnen we dat al doen voordat we verder gaan met de fazant. We doen daar preventief al een beetje boter bij. We doen daar een klein beetje room rond. En dan heel klassiek, ouderwets, de stomper van vroeger erin. Het woord stomp is niet voor niks uitgevonden. En dat mag iets groffer zijn, daar mag iets meer structuur in zitten. Dat is nu precies de bedoeling van zo'n stomp. We gaan die stomp ineens wat afkruiden. Een beetje zout erbij. En dan wat daar in elk geval bij hoort, muskaatnoot. Kijk, dat is de consistentie die ik echt wil. Dat is een puree, hè, maar daar zit echt, daar zit korrel in, daar zit granulatie in. Je proeft de knolselder erdoor. We gaan ondertussen onze paddenstoelen klaarmaken. Als je zo'n bolette van dit formaat hebt, hè, wat dat ze echt knopjes noemen, des boutons, dan is het wel mooi dat je de paddenstoel herkenbaar in je saus hebt. Je moet daar niet te veel aan afkuisen, dat is niet nodig. Gewoon het steeltje eraf. Het steeltje is in twee. En de knop, hè, de bouchon feitelijk, deze, zo in de saus. Dat is lekker, dat is mooi. Zo, ons boletje is dan klaar. Die fazanten die zijn goed en wel half gaar. Maar met het gebruik dat we er hier van gaan hebben, zal je zien dat dat perfect uitkomt. Want het is namelijk zo, we hebben nog geen saus. Het braadvet van de fazant, dat kappen we weg. Maar wat wel zeer bruikbaar is, zijn de braadsappen die van onder zijn aangebakken. We hebben hier zoals altijd, het handig is in de keuken, een beetje gevogelte bouillon, een lepeltje of 5-6 erin. En we gaan terug onze fazantenpot aan de kook brengen, zodanig dat die kooksappen die aangebakken zijn van onder aan de kokot, dat die loskomen en al een eerste stuk van de saus geven. Maar we gaan er nog bij helpen, we gaan nog dingen doen. We gaan de fazanten zelf versnijden. En we gaan er alleen afhalen wat we strikt nodig hebben om straks te gebruiken om op te eten. En de rest gaan we voor de saus gebruiken. En zijn die fazanten nu al klaar, Jan? Die fazanten zijn nog niet helemaal klaar. Kijk, ik zal u laten zien. Die fazanten zijn nu nog een beetje rozig. Die zijn dus feitelijk niet gaar genoeg. Maar dat gaan we allemaal in één keer oplossen met de saus. Dan gaan ze smaak afgeven aan de saus en dan tegelijkertijd zijn ze gaar. En dan beginnen we feitelijk al met die onderbil van die fazant. Dat is een echte wilde fazant, heeft daarop gelopen. Dus dat is niet zo mals. Die mag er al af. Dat is al voor ons saus.
Het goede stuk van de fazant hebben we hier een ovenschaal klaar. Dat leggen we daar al in. En zo werken we verder. We snijden er het borstbeen uit. Daar geven we ook een kap in. Dat is ook straks. Borstvlees zelf. Dat is het lekkerste. Kijk, dat is goed dat we dat hier zien. Dan kunnen we er ineens over hebben hoe dat oplost. Een wilde fazant wordt geschoten. Die komt niet van zijn eigen naar beneden. Dus dat kan zijn dat daar een schotwonde in zit, zoals hier. Er zit een beetje aangezet bloed in. Dat kun je er gewoon uithalen met een mesje. En dan is dat ook weg. We gaan dat nog een keertje bijsnijden. En dat gaat ook mee in onze ovenschaal. We hebben hier een mooi hoopje fazante benen, waar alles nog op en aan zit. En die gaan we nu in die gevogelte foie hierbij doen. En we gaan dat samen laten trekken. We maken daar een roomsaus van. Dat wil zeggen dat we daar al ineens wat room gaan bij doen. Ongeveer half en half room en fazante bouillon. En dan gaan we dat flink laten inkoken. Vermits dat we een fazantensaus gaan maken, gaan die een beetje opwerken. We gaan die echt zo een feestelijk aspect geven. We hebben een fazante pâté. Zo'n pâté heeft de plezante eigenschap dat dat wegsmelt. We halen daar het vet af dat ze gebruiken om die pâté af te bakken. Bij hele grote feestdagen kun je daar ook verse ganzenlever voor gebruiken. Ik doe die er in plukjes in, dat die kan smelten in de saus. En we roeren dat nog eens allemaal goed door elkaar. We hebben dus ondertussen echt een flinke basis voor onze fazant. We hebben die jus dat helemaal ingekookt is met die stukken van de karkas. Die saus gaan we door een ziftje steken. We hebben een heel schoon, gladde basis voor onze fazant. En het enige dat we nu feitelijk nog moeten doen om dat allemaal af te werken, is dat we onze paddenstoeltjes, die gaan we bakken. Boter doet perfect wat ze moet doen, zingen. Dat wil zeggen, het water is er aan het uitgaan, die is goed warm. We doen onze paddenstoelen erin. We doen daar een beetje peper, een beetje zout bij. Daar zou feitelijk nog een beetje citroen bij moeten. Ja, pak deze. Ik pak de deze. Dank u. Madeira en citroen en room, voor mij houdt aan elkaar in evenwicht. Klein handig dingetje. Je snijdt daar eens zo en zo in. Je haalt dat doekje eruit. En je hebt in feite een soort gleufje waar langs dat sap komt. Niet veel, zo. Blussen met een beetje madeira, niet te veel. Kijk, die madeira is ook aan het indampen bij de paddenstoelen. Die mogen bij de saus bij. Dan mag die nog een klein beetje indampen. Ik heb fazante smaak. Ik heb die een bospaddenstoelensmaak ertussen. Ik heb ergens op de achtergrond een beetje madeira. Die citroen houdt dat wat in evenwicht. Als we daar nu nog even onze fazant in laten doorkomen, dan zit dat perfect in elkaar. Nu halen we onze fazante, die we daar straks feitelijk iets te vroeg al hebben versneden. Die halen we er terug bij. Dat zijn ondertussen serveerklare stukjes. Moet je niet meer aan liggen snijden. En we gieten onze saus erover. Jan, hoe lang moet dat nog garen? Die fazant die gaat nog een beetje garen, die gaat ze een smaak afgeven. Die saus gaat in de fazant trekken. Dus we geven dat nog een minuut of vijf en dan is dat helemaal klaar. Is dat klaar? Dan kunnen we dat serveren. We hebben nog een beetje fazantenpaté over. Ja. We snijden er een toosje bij. Even onder bovenvuur in de oven. Ondertussen zorgen we dat we een beetje pâté vrijmaken, want die gaan we erbij gebruiken. Ons fazant die heeft nog wat gestoofd in zijn eigen jus met de champignons en alles bij, dus die is klaar. Van onze stoemp van aardappelen en knolselder maken wij een kanelletje. We halen daar twee schoon stukjes fazant uit. Hè. We halen daar zo een puntje van een borst uit. Dat is een heel lekker stukje. Zo. We doen daar wat van die bolletjes bij, wat van die sipjes. Dan zijn we erg zuinig met de saus. Je doet daar dus een klein beetje saus bij, een klein lepeltje.
En straks doe je de overschot van je saus in een klein kannetje en je zet dat mee op tafel. Dat is veel properder. Maar we hebben er nog wel gaan bij liggen. We hebben ons toosjes met fazantenpaté. En die liggen we er ook bij. Kijk, dat is echt feestelijk winterbord. Hè? Dat is fazant met de paddenstoelen waar het hem waarschijnlijk tussen gelopen heeft. Wat knolselder, echte dingen van bij ons. Toosje met fazantenpaté. Fantastisch gerecht voor de feestavond. U kan het nalezen op njam.tv. Smakelijk en alvast een hele prettige kerst. Cheers. Mannen, wat we niet doen, hè. Eet iets mee of het is allemaal op. Hè. En toosjes zijn er nog. Hè.